Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Chultrax, de enige echte natuurlijk. Nou, inmiddels heb ik glasvezel internet. Het is gelukt nou eindelijk. Ja, ik moest de KPN wel een beetje onder druk zetten, want ze hadden alweer de afspraken weer niet nagekomen. Maar in ieder geval de tweede keer zijn ze wel geweest en het is gefixt. Ik heb nu glasvezel internet. Ik moet zeggen, het is echt best wel vrij snel is het. Het is behoorlijk snel. Als ik nu een website intyp, dan heb ik echt binnen een seconde heb ik die pagina al binnen. Dus fantastisch. In ieder geval, het werkt perfect. Ik was er nogal heel erg schimmig over. Ik heb ook verhalen gehoord van mensen waar het niet echt goed werkte constant. Dat het signaal wegviel en zo. Maar ik moet zeggen in ieder geval, het is bij mij is het in ieder geval werkt het perfect. In ieder geval. Dus vandaar. Ik heb in ieder geval op TikTok heb ik ook nog eventjes wat. Daar heb ik mijn naam aangepast. Binnenkort ga ik nog een keer mijn naam veranderen, want ik was nog niet echt helemaal tevreden erover. iets Utrechts is te moeilijk voor op TikTok en ik heb nu een andere naam gekozen. Ja, dat in ieder geval dus. Net zoals op YouTube heb je op TikTok ook weer een paar verschillende mensen die niet te vertrouwen zijn. Ja, bijna op elk platform. De hele samenleving is tegenwoordig een samenleving van mensen die je niet kunnen vertrouwen. Die heb ik in ieder geval. Heb ik die negatieve mensen. Die heb ik in ieder geval geblokkeerd. Die komen in ieder geval niet meer terug. Daar ben ik wel blij om. En momenteel is het nog rustig hier. Ik ben nog niet buiten geweest. Het is inmiddels zaterdag dat ik dit opneem. Als het goed is komt het vanavond. En anders komt het morgen. Dan is het zondag. Komt deze vlog online. En ik heb eigenlijk nog niet echt heel erg veel te melden. Zoals ik eigenlijk al de hele week niks te melden heb. Daarom heb ik ook niet gepost. Maar ik wou toch nog eventjes het hebben over het glasvezel internet. Dat gelukt is in ieder geval. Ik ben er in ieder geval reuze blij mee. Ja, ik was toch bang dat als je dan weer overgaat. Ik had goed internet. En ik was gewoon bang dat ik totaal kwijt zou zijn. Je weet nooit wat je ervoor terugkrijgt. Maar in ieder geval moet ik zeggen dat het tot nu toe perfect werkt. En in ieder geval ben ik reuze tevreden. Ik zit lekker voetballen te kijken. Morgen is het Heerenveen Feyenoord. Daar ga ik lekker naar kijken. En ik zit weer te Minecraften. Daar ben ik ook de laatste tijd heel erg veel mee bezig. En af en toe even lekker op TikTok. Met mensen die het goede met me voor hebben. Waar ik wel lekker mee kan kletsen. En af en toe even een filmpje kijken. Televisie kijken. In ieder geval YouTube filmpjes kijken. Televisie kijk ik tegenwoordig helemaal niet meer. Want ik vind de televisie vind ik echt verschrikkelijk de laatste tijd. Er is echt niks leuks meer op televisie. Dus ik kijk bijna ik kijk heel weinig televisie. Ik kijk meer series en zo op YouTube kijk ik. Dat is eigenlijk het enige. YouTubers kijk ik niet echt heel meer. Ik kijk eigenlijk tegenwoordig meer series. Ik ben niet meer zo'n iemand die die een YouTube kanaal van een ander volgt. Ik kijk meer series en zo. Dat vind ik leuker persoonlijk. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn keuze eigenlijk. In ieder geval wou ik dit nog eventjes kwijt. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik maak er een beetje een korte vlog van. Want ik heb verder niet echt heel erg veel meer te melden. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer voor meer video's. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En volgende week ga ik echt weer echt iets heel tofs doen. Dus hou het kanaal ook in de gaten. Blijf het kanaal gewoon in de gaten houden. Want volgend weekend dan is de grote klappende. Dat is het enige wat ik ga melden. Meer ga ik er niet over vertellen. Jongens, groetjes van deze kant. En tot de volgende. Bye bye. Hoi. Want ik ben boef, gaat die jongen waar ze over praten. Zo high, maar ik doe geen telefoon reclames. Je maakt gewoon reclame. Ik heb flow
boos voor haters, mij zeeziek. Hola me heb ik het overvaren. SO-dreddies die blokken laten overvaren. Drie shows op een avond, meisje hier van Joontjes, haast.